En hier staan we bij Sebbe van Mobi in Studio 1A. Er wordt hier aan de achtergrond druk gewerkt. Het is een vrij ingewikkelde scène. Kan je misschien een keer uitleggen aan de kijkers, wat wordt hier precies gefilmd? Hier wordt dus het koeienpretpark gefilmd. Dat wil zeggen, de koeien produceren enorm veel CO2, methaangas. En als de wereldleiders in Parijs, dus Obama en Poetin, zouden beslissen om één dag in de week gewoon een veggie-dag te nemen, dan zouden er veel koeien gered worden en dan zouden we een koeienpretpark kunnen oprichten. Dus eigenlijk, Obama en Poetin kunnen nog veel leren van de stad Gent, waar dus eigenlijk de veggie-dag al ingevoerd is. Als het over de hele wereld is, dan kan dat een echte verandering betekenen. Ja, dat zou wel kunnen, want koeien produceren enorm veel uitlaatgassen, wat dat slecht is. Dus één dag in de week veggie is goed. Oké, laat ons hopen dat de wereldrijders de wijze raad van de Mobi-jongeren opvolgt. Even kijken naar de set. Dus hier zien we het reuze pretpark, Kouwvel. Ik ga je niet lang storen, maar hoe verlopen de opnames? Zeer goed. Het gaat allemaal vlot, dus geen probleem. Het is wel een vrij ingewikkeld, technisch ingewikkelde scène. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Dus geen problemen. Goede coördinatie, maar ik laat jullie verder doen. We kijken even mee.